Cup F. Ik ga erin. Oh, deze is van weet je ook weer. Oh ja. Yo. Yo, superleuk dat je kijkt naar deze video. En deze video staat een klein beetje in teken van kerst. Het is namelijk, wanneer deze video uitkomt, bijna kerst. Dus ik dacht, daar moet ik ook aan meedoen. En het eerste ding is dat er morgen hier thuis, om een beetje in de kerstsfeer te komen, een kerstboom wordt bezorgd. En dat is een hele grote, zware kerstboom waar ik geen zin heb om het zelf te tillen. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik er niet ben. Andere Thomas is er ook niet. Dus op een of andere manier moet iemand die zware taak overnemen van het naar binnen halen van die grote kerstboom. En daar heb ik denk ik wel wat op bedacht. Godverdomme Thomas. Ik ben hier niet voor gemaakt om een kerstboom naar binnen te tillen. You own me. Daar is die dan hoor. Holy shit. Oké. Okay. Hoe ga ik meehelpen? Dit ding van 4 meter moet daarin. Ja, daar moet hij in. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Veel plezier ervan. Dankjewel. Nou, het gaat zeker lukken. Helemaal top. Oké, doei. De kerstboom is binnen en hij is behoorlijk groot. Hij is meer dan 4 meter hoog en heel zwaar. En we moeten nu een plek vinden waar we hem gaan zetten. Ik denk, we hebben net de dag dat we hem... hier heb je dan de zithoek en dan heb je hier de eethoek. Je moet er nog kerstdiner houden, dus daar moeten we ook nog ruimte voor hebben. Daar hebben we een hoek waar die kan. Maar nu moeten we hem verplaatsen en hij is heel zwaar. Dus het wordt lastig. Wat doe je als eerste in de boom? Doe je eerst de piek, eerst de lampjes, eerst de strings? Ik denk eerst de lampjes, dan de versiering en dan de piek. De piek is de laatste. Dus we gaan beginnen met de lampjes. Dit is de enige kerstboom met strings en BH's. Zo uit de knoop houden, hè? Lampjes zijn wel het belangrijkste voor in de boom, maar als je 4 meter hoog moet, moet je op deze ladder. Best wel hoog. Als ik val, dan val ik ook het gat in. Daar heeft er niks van me over. Wat een probleem. De lampjes raakten in de knoop met dit ding, dus hebben we maar bedacht om daar ook lampjes in te hangen. Ik vind het wel een goed idee. Dus het komt vanuit de boom en dan is er een soort knoop en dan gaat het hierin. Op een of andere manier gingen de lampjes door de trap heen. Ik sta er ook echt niet op. Echt heel random. Deze er nog in. Deze zijn wel het mooiste hoor. Deze zijn wel booming. Wauw. Oh, de lampjes hangen. Het hele kerstgevoel komt weer erboven. Ja toch, wat mooi hé. Gaan we nu strings weer hangen. Hebben ze verzameld alle strings van de meisjes die hier zijn blijven slapen. Die zijn allemaal afgelopen jaren. De BH's. Kijk hoor, deze. Deze heb sowieso, jij hebt deze verzameld. Ik kan niet anders. Cup F. Ik ga erin. Oh, deze is van, weet je ook weer. Oh ja. Kijk hoe dit gaat. Deze is een beetje helemaal. Hoe dan? Duimpjes omhoog als je dit de mooiste kerstboom van Nederland vindt. Kan niet anders. Puntje op de kerstboom, de kerst op de taart. De kerst op de taart. Ja. Dat is wel de piek natuurlijk. Dat is wel piekfijn dit. Ja. Ja hoor. Ja, piek fijn. Hij staat. Helemaal top. Picobello. Alvast de fijne kerstdagen. Sowieso de allermooiste kerstboom van Nederland, maar denk ik ter wereld. Ja.
Ik ben nu in Nune om editioneel op te nemen. En alles draait tegenwoordig een beetje om de kerst. Je hebt onze kerstboom thuis gezien, die is in ieder geval mooi versierd. Maar ik ga voor editioneel datzelfde doen, ook een kerstboom versieren. Ik denk niet dat die zo mooi wordt als thuis, dat bestaat niet. Maar ik ga het wel met een andere iemand doen, namelijk Laura Pontecorvo. Er zijn hier zoveel kerstbomen. Overal zijn kerstbomen. Kerstbomen. Kleine kerstbomen. En nog meer kleine kerstbomen. Groene kerstbomen. Deze hele vlog gaat over kerstbomen. Dus als kerstbomen je niet boeien vindt, waarschijnlijk echt super saai om naar te kijken. Nou ga ik even wat leukers bij halen. Een kerstmuts met kerstballen. En een echte kerstmuts, dat ben ik. Hey, Loutje. Mag jij nog door? Jij mag nu jouw dingetje doen. Ik doe mijn dingetje. Maar the heat is on. The heat is on. I'm gonna win this challenge, baby. We zijn druk bezig geweest met de battles en mijn boom is nu klaar. Love. Ik heb deze, hij is heel mooi. Hij heeft love. Dat is waar kerst om gaat. Liefde. En niet alleen een boom, maar ook een ijsbeer met lampjes. Wie heeft er nou een ijsbeer met lampjes bij zijn boom? Een paar dode konijnen. Het zijn overigens echte konijnen die echt dood zijn. Een soort abstracte ananas. En een leuk huisje. En Laura daarentegen, die heeft een boom. Heel saai, heel... Helemaal niet. Heel lief. Ik zeg niet dat het lelijk is. Heel vrouwelijk, heel girly girly, heel vriendelijk. Hij is niet lelijk, heel maar hij is heel saai. Heel veel liefde. We wachten de uitslag van de jury af. Mijn dag is niet verpest, want ik stiekem weet dat dit over smaak ging. En ja, het werd door een vrouw beoordeeld en jij bent een vrouw. Je hebt een vrouwenboom dus, gemaakt. Dus met andere woorden, ik heb niet eerlijk gewonnen, vind jij? Nee. Ik denk als je het aan mannen het overlaat, mannen vinden die andere boom weer mooier. Meiden, wat vinden jullie? Heb ik eerlijk gewonnen? Ja. Ja, maar dat zijn ook weer vrouwen. Dat is ook weer meiden. Er zijn mannen bij. Heb ik eerlijk gewonnen? Ja. Ik heb echt gekeken naar de vorm en de hoogte en zo. En jij niet? Ja, de vorm van de boom was echt doorslaggevend. Oké, okay, ik vind dat ik een mooie boom heb. Maar gefeliciteerd. Goed gedaan, goed gedaan hoor. Ga lekker naar kerst mee. Ja. Hoe kwam je erbij om een boom op te pakken? Vond je die juist grappig, zo'n kleintje? Of, Ja, ik wilde niet zo'n grote boom. En ik dacht, joh, prima boom.